Deze week in de grote ADO-show. De wedstrijd tegen Vitesse. Alberto komt weer overal. En een interview met ADO's nieuwste aanwinst. Dit is de grote ADO-show. Veel voetballers aan de muur in het Kyocera Stadion, maar Jannik Wildschut nog niet. Hij is ADO's nieuwste aanwinst en de grote ADO-show spreekt hem vandaag voor het eerst. Jannik, we zijn in het Kyocera Stadion. Voel je al een beetje thuis hier zo? Jawel, ja. Het is wel snel gegaan allemaal, maar ik kende al heel veel mensen binnen de club. En die hebben ook geholpen om snel thuis te voelen. En dus op zich is het wel goed gegaan, ja. Nou, voordat we gaan beginnen hoe je met de club in aanraking bent gekomen en wie je allemaal kent, gaan we even een rondleiding doen. Ja, ik heb nog niet zo heel veel kennis, maar ik ga jullie gewoon alle leuke dingen laten zien hier. Waar wij heel vaak zijn en dat moet wel goed komen. Ja, neem me mee met de lift? Met de lift. We gaan naar de eerste etage. Hier rechts zitten de mensen van kantoor, daar ben ik nog nooit geweest, daar kom ik ook niet. Hier is de kleedkamer van de tegenstanders, daar heb ik wel een paar keer al gezeten hier, maar nu gelukkig aan de andere kant. Nee, hier is het gedeelte waar interviews worden opgenomen. Ja, en dit gedeelte ken ik wel. Ja, dat journalist. Oh, dat is wel leuk, want dit is niet een washok. Ja, hier worden alle spullen gewoon gewassen en worden in mandjes gedaan. Ik vind het altijd zo indrukwekkend, die wasmachines. Ze zijn niet normaal groot, hè? Nee, joh. Alleen ik zit nu wel vast, dus je moet me even eruit helpen. We gaan nu naar de kleedkamer waar je wel eens vaker mee geweest. Mooie groen-gele tegels zijn overal wel in verwerkt. Het is onze vlag. De grote ADO-show. Ik ben wel blij eigenlijk dat ik hier gewoon ben. Ik hoop gewoon dat ik veel kan spelen. En ik ken veel jongens hier. De trainer ken ik nog van Jong Oranje. Die assistent was daar ook. En dat allemaal gaf me gewoon het goede gevoel. En daardoor heb ik het besluit genomen om hier naartoe te komen. En wie van de spelers heeft je een beetje opgevangen? Want je zegt ik ken veel jongens hier. Ja, Ricky van Haar is wel een vriend van mij. We zijn vaak ook samen op vakantie geweest. En ik spreek Ricky eigenlijk toen ik bij Heerenveen speelde ook nog wel heel vaak. Ik ging vaak ook langs en hij kwam bij mij. En met Danny Holla heb ik nog samen gespeeld bij VVV een half jaar. Supu Sepa heb ik bij Ajax nog meegemaakt. Dus dat, en heel veel jongens ook met tegen gespeeld of met Jong Oranje gespeeld. Dus dat was op zich wel dat ik al veel jongens kende. En nu zeg je, ik vind het Haagse, dat vind ik eigenlijk best wel lekker. Maar je komt uit Amsterdam oorspronkelijk. Ja, ik kom daar gewoon vandaan. Ik woonde net naast nu, in Oostzaan ben ik gaan wonen. Maar ik vind het altijd wel mooi, dat taaltje ook en hoe de mensen ook gewoon zijn. Gewoon recht voor zijn raap ook wel. En alhoewel, ik pas me altijd wel makkelijk aan. Ik heb in Venlo gewoond, in Zwolle, in Heerenveen nu en hier en hier. Hey, en je zegt ook van, ik ben nu hier voor een halfjaartje even vlammen. Heb je wel een beetje iets voor in de toekomst dat je denkt, ik hoop wel dat ik straks gewoon bij ADO vast kan spelen, of niet? Voor nu is het zeg maar dat ik gewoon een half jaar hier speel. Dat is ook de afspraak. En ze hebben wel een optie tot koop bedongen. Alleen na de zomer komt er een nieuwe trainer ook bij Heerenveen. En dus zoals het nu uitziet, keer ik gewoon terug. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Straks heb ik het hier zo naar mijn zin en blijven we erin. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Maar daar gaan we natuurlijk gewoon voor met z'n allen. En dan zie ik het wel. De tunnel. Ja. Wat denk je? Loop je hier binnenkort doorheen? Ja, daar ga ik wel vanuit eigenlijk. We spelen eerst uit en dan thuis weer. En je hebt natuurlijk de fanatieke aanhang die daar zit. En hopen dat als ik speel dat ze er wel blijven zitten. En dat we ze daar reden toe geven. Dus tegen Roda ga je spelen? Ik kan spelen tegen Roda. Ja, het is natuurlijk... Maar ga je spelen? Ja, dat is de vraag. En de trainer natuurlijk. Ik ben hier wel gekomen om te spelen. En Roland is geschorst, geloof ik. Dus er is wel kans om te spelen, maar we hebben ook... Hij heeft toch niks losgelaten, Henk? Nee, nog niet eigenlijk. Hij heeft gewoon gezegd dat we iedereen hard nodig hebben. Hij stelt mensen op die hard werken en ook meters maken voor anderen, omdat we dat nu nodig hebben. We zitten in een moeilijke positie. En je ziet dat we tegen Vitesse gewoon heel erg goed compact hebben gespeeld en iedereen ging echt voor elkaar werken. En dan haal je resultaat, dus ja. En nou weet je natuurlijk wel dat ze hier in Den Haag flink van het zingen zijn, hè? Is dat zo? Nou, ja. En dan is er maar één lied... Wat we zingen als we echt, echt, echt super trots zijn op onze stad. Oh, Denna. Mooie stad. Achter de duinen. De Schilderswijk. De lange poten. En het plein. En het plein. Ja. Oh, Denna. Ik zou met niemand willen ruilen. Alleen gaan huilen. Alleen gaan huilen. Nee, meteen gaan huilen. Meteen gaan huilen. Als ik geen... Hagenees.
Zal zijn. Zoals, ja, dat wist ik. En dat voor een Amsterdammer. Ik vind hem netjes. 2 weken geleden was Dennis Wening hier met deze te gekke caps. Die deelde hij uit aan de spelers. Jij liep hem eigenlijk net mis. Ja, ik ben net te laat gekomen. Een mooie pet wel. Dus ik ga vragen of hij misschien van mij ook nog eentje heeft. Deze cap is niet voor jou, maar is voor een van jullie daar zo thuis. Daarvoor moet je wel een vraag beantwoorden. En Yannick, die heeft een vraag voor jullie. Ja, de vraag is, wat is de afkorting van ADO? Waar is ADO een afkorting van? En als jullie dat weten, kunnen jullie mailen. En dan kunnen jullie een mooie pet winnen. En dan kan je mailen naar de grote ADO-show, apenstaartje@omroepwest.nl. ADO Den Haag ging vorige week door een bizarre periode heen. Maurice Steijn vertrok als trainer en assistent Henk Vreeser is nu de nieuwe hoofdtrainer. Een terugblik op deze bewogen week. Steijn is ontslagen. Ja, klopt. Vanochtend overleg gehad met de Raad van Commissarissen, clubleiding, de directie, de Raad van Commissarissen. Hij heeft besloten dat we met onmiddellijke ingang met Maurice Steijn stoppen. Henk Vreeser gevraagd om het de komende weken water te gaan nemen. Dat is een dramatische beslissing. Maar gelet op de slechte resultaten van de afgelopen weken en na gisteravond was het onontkoombaar. Ja. Dus we zitten nu in een crisis, stap voor stap. We hebben vandaag dit besluit moeten nemen. We gaan de komende weken verder met Henk Vreeser. En in de toekomst weet je nooit wat er gaat gebeuren. Ik vind Maurice een vakman. Hij had wat anders verdiend. Maar de situatie waar wij verantwoordelijk voor zijn, ja, die noopt dat je dit helaas moet doen. Wat voel je dan? Ja, bepaalde onmacht en ook een bepaalde frustratie dat je je werk niet af hebt kunnen maken. Ik heb 2,5 jaar hier vol overgave geprobeerd er het beste van te maken. En ook je beste spelers verkopen. Nou ja, de randzaken die heb je volgens mij van dichtbij meegemaakt. Het verhuizen, het kunstgas. Alles erop en eraan. Neemt niet weg dat we te laag stonden. Dat is een feit. Maar ik heb voor mijn gevoel daar alles aan gedaan. Ik heb mijn werk niet af kunnen maken. Dus dat is heel frustrerend. Heel veel dingen zijn nu veel beter dan 2,5 jaar geleden. Alleen ik kan uiteindelijk mag het niet afmaken. En dat frustreert. Dus wat kan je dan gaan veranderen aan deze ploeg? Want het was gisteren niet goed. En je behoudt dezelfde spelersgroep. Ja, dat is op zich wel heel lastig, denk ik. En dat maakt het ook meteen een zware klus. Omdat je natuurlijk exact dezelfde spelers moet gaan gebruiken. Ik denk wel dat 1 of 2 plaatsjes waar we inderdaad wel eens van gedachten over, van mening over schilden, dat 1 positie kan wel degelijk een verschil maken. De invulling van 1 persoon, last dan 2, kan wel degelijk een verschil maken. Na een heftige week ging ADO weer van start met de wedstrijd tegen Vitesse. Wat een gelijkspel opleverde, maar we namen wel een punt mee naar huis. Dit was de eerste wedstrijd met Henk Vreeser aan het roer. En de grote ADO-show keek mee. Deze ploeg heeft wel vaker laten zien dat na een teleurstellende wedstrijd vaak een redelijk tot goede wedstrijd volgt. Dus er is nog niks anders. Dat hoop ik pas te zien volgende week en misschien een week daarna. Als we hetzelfde gebracht hebben als wat we vandaag gedaan hebben. Ja, want vooral op basis van inzet, hetgeen waar jij op gehamerd had vooraf juist, pakken jullie een punt denk ik vandaag. Ja, het was inzet, het was discipline vooral. En vaak is een combinatie daarvan kan tot resultaten leiden. In de laatste minuut kom je dan goed weg met die bal op de paal. Maar ik denk dat wij net zo goed, zeker zolang het 0-0 blijft, de mogelijkheden hebben gehad om te scoren. Het is een goed resultaat, denk ik, voor ons hier Vitesse uit. Toch een van de betere ploegen in de Eredivisie. Maar de realiteit is dat wij moeten beseffen dat we al vaker een goed resultaat hebben gehad. De volgende wedstrijd zal echt duidelijk zijn of het een schok-effect is of dat de ploeg geleerd heeft van de periode die we achter ons hebben gehad. En ik vind dat wij dat moeten tonen, dat we meer willen en bereid zijn om kaart te werken en in de cultuur van de club te spelen. Ik heb tegen die jongens gezegd van vooraf,
We zijn dit echt verplicht richting Stijn, maar vooral ook richting onszelf. Want wij hebben het echt al zo vaak laten liggen. Maar nogmaals, we moeten ook weer niet te vroeg juichen nu, volgende week en de week daarna. Dat zal aantonen of we echt de ploeg zijn die we vanavond hebben laten zien. Dat was de tussenstand van Kerf en Knallen tot nu toe. We hebben nog een aantal spelers te gaan. En natuurlijk ook de staf van ADO Den Haag. Want ja, de vraag is, wie komt er op nummer 1 te staan? En nu moet ik bekennen dat ik elke week er lekker nonchalant over doe. Ik ben natuurlijk blij als het in 1 keer lukt. Ik ben ook blij als het in 2 keer lukt. En ik ben minder blij als het in 5 keer lukt. Maar gaat het mij ook lukken? Ik dacht, weet je wat? Ik zet mezelf gewoon een keer voor lul. Ik ga het ook proberen. Maar dat doe ik natuurlijk wel bij mijn wederhelft. Voordat wij onszelf op paal gaan zetten met het caravan knallen. Het is echt wel een bizarre week geweest voor ADO Den Haag. Hè? Ik had een griepje, maar ik ben extra grieperig geworden. Kijk je erop maar, terug? Ik dacht zelf dat hij meer verdiend had. Als je die wedstrijd Feyenoord ziet. Als je de wedstrijd Heracles ziet. Ja, is het natuurlijk een drama geweest. Maar ja, we sluiten het weekend weer goed af eigenlijk. Hè? Met Vitesse. We hebben toch weer voor elkaar dat dus puntje. Dus waren we weer aan het lachen. Maar we gaan even over naar happier zaken. Happier? Ja, happier. We zijn zo lekker happier. Happy, yes, happy. We gaan caravan knallen. Gaan wij caravan knallen? Wij gaan met z'n tweeën tegen elkaar opnemen en we gaan die bal in die caravan schieten. Ik weet niet of jij de historie kent van mijn rug. Die is er bijna niet. Nee, dus ik moet in 1 keer moet ik het aan Vlaarder gaan schieten. Wat een armoe, hè, eigenlijk. Ja. Ik ben met heel wat vrouwtjes thuis geweest, maar zo heb ik het nog niet meegemaakt. Waar zullen we... Ja, ik wilde dit ergens een plekje geven. Die vind ik dat die wel op het scheithuis hoort. Dat is ook wel leuk. Kijk, ik dacht, die doen we zo meteen in de vaas. Welkom bij Turnering met Nicolette en Bert. Zoiets? Ja, zo. Hoe ga je hem nemen? Ga je hem gewoon op de pantoffel rechtstreeks? Of ga je hem met een beetje effect zo? Op buitenkantje schoen, maar je gaat hem met. Zoek het uit. Ja, ze noemen mij ook de Haagse sloper. Ja, die bal die gaat er niet in, maar je hebt geen caravan meer dadelijk. Ik heb een WA-verzekering, hoor. Heb je? Ja, ben je verzekerd? Heb je iemand een bril bij je? Bert, wat ben je aan het doen? Ja, dit is mag gieren brullen natuurlijk. Oh, maar het wordt er ook niet beter op met je jas uit. Sloot, wacht! Oh, kut! Poging nummer 13. Ja, is het niet gelukt, Alberto? Nee, hier in Nicolette. Dan ga jij het doen. Ben jij een opgever? Nee. Oké, gaan we met poging maar ik heb maar 1 keer nodig, hoor. 1 keer? Ja. Hoppa! Voor de kijkers thuis, het is ongeveer min 2 nu. Dus je trekt wat uit, hè? Alles over voor die sport. Ja! Oh, ja! Ja! In 1 keer! Yay! En de vader is kapot! Ja! Sensationele beelden natuurlijk! Nou, dit is echt te gek. Kun je vertellen wat er gebeurde? Je kwam aan met die bal? Ik denk, leg die bal neer. Ga er recht voor staan. Goeie tip van iemand gekregen. Ik denk, en tik hem zo met de onderkant. Nee, de bovenkant van mijn voet, maar dan zeg maar onder de bal. Ja. Zo erin. Hoor je hem ook buiten adem van, hè? Maar dat is denk ik van al die mensen die langs de kant zijn. Ja, en adrenaline, hè? Echt. Ze krijgt toch altijd wat te drinken daarna, of niet? Nee, dat is niet zo. Dat is een low budget. Weg, bezuinig. Ja, was niet in 1 keer, hoor. We laten de beelden dadelijk wel zien. Komt nog meer. Manamana. Manamana. Ja! Oh! Manamana. Nou, kijk eens! Oh! Eigenlijk ben ik winnaar, hè? Want ik heb het maar 15 keer geprobeerd. Stel je voor, je zit nog op school en ineens gaat die klasdeur open en stappen daar 2 voetbalspelers binnen van ADO Den Haag. Iedereen wilde natuurlijk alles weten van de spelers, maar het ging ook over serieuze zaken zoals pesten. De grote ADO-show ging terug naar school. Like a candle and its flame bring back the light. Is pesten ook een issue op deze school? Er wordt op elke school gepest, dus er wordt op deze school ook gepest. Er wordt ook aandacht aan besteed. Zeker op momenten dat je dat uiteraard dat je het merkt, dan wordt er in de klas over gepraat. Tegenwoordig gaat het heel veel met de mobiele telefoon natuurlijk, waar met de WhatsAppjes nogal eens een keer wat dingen
over en weer naar elkaar geschreven worden waarvan je denkt, nou, dat is nou niet echt bepaald prettig. We hebben dat onlangs ook al een keer in de klas gehad en daar wordt er over gepraat. Dat wil niet zeggen dat je het à la minuut helemaal uit kunt bannen, want dat is misschien een utopie. En helpt het ook als bijvoorbeeld een speler van ADO dat zegt in plaats van leraar? Is dat nog een verschil voor de kinderen, denkt u? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, zoals heel vaak, dat je kunt zeggen vreemde ogen dwingen. Denk ik dat als een verhaal door een buitenstaander verteld wordt, dat het misschien toch net even anders, misschien met andere voorbeelden ook, dat het op die manier beter overkomt. Ja, dat hopen we dan. Project De Held. We bezoeken 20 keer per jaar een school met pest, over pest en racisme. In dit geval Bas Meeuwis en Ninos Gaurier. Er gaan altijd twee andere spelers mee. We komen praten over pest en racisme met de kinderen. En we hebben een mooi shirtje met handtekening bij ze, bij ons voor hun. En we gaan een stukje voetbal aan het eind als afsluiter. Bring on the day to come and you wear it like a brand new one. Ah, misschien ook wel leuk om naast de spelers te spelen over jezelf. Positie, leeftijd, welke clubs hebben we gehad. Hier, wil jij beginnen? Ja, ik ben dus Nian Schaudier. Ik ben 23 jaar. Ik speel sinds afgelopen zomer bij ADO. Daarvoor heb ik anderhalf jaar bij Heracles Almelo gespeeld. En daarvoor nog een stuk bij FC Twente. Ik ben Bas Meeuwissen, ik ben 19 jaar. Dit is mijn eerste jaar dan bij de eerste selectie. En, ja, de voorgaande clubs waren Lisse, Ajax, Quick Boys en dan nu heb ik 3 jaar in de jeugd bij ADO gespeeld. Dus daar hebben jullie ook al vragen voor bereid, of niet? Ja. Project De Held die doet nu aan de hand van filmpjes, wordt er een discussie opgestart met de kinderen. En ja, dat blijkt wel gewoon echt heel veel indruk te maken. Want kinderen, als ze daarna moeten vragen van wat was nou Project De Held, dan komen die filmpjes daar heel veel in terug. En de interactie met de spelers als rolmodellen, dat is ook echt heel leuk en dat blijft ook heel erg hangen. Vond je ervan dat de echte spelers van ADO nu bij jullie in de klas waren? Heel erg leuk, spannend. Ja, ben je een fan van ADO? Ja, best wel. Dan gaan wij nou naar de gymzak. Put on the shoes of lightning, let them run, you let them run. Bring on the day to come and wear it like a brand new one. Put on the shoes. Wat heb je ervan opgestoken? Dat je ook kan opkomen voor anderen als anderen gepest worden. Ja, zou je zelf ook opkomen voor iemand anders? Ja. Is dat wel eens voorgekomen? Ja, wel. En hoe reageerde je toen? Ik zei meteen dat ze hem niet echt moesten pesten, dat ze moesten ophouden. We hebben wel eens kinderen gehad die spontaan in huilen uitbarsten omdat ze vertelden dat ze gepest zijn, heel erg. En dat zelfs de juf of de meester het niet wist. Maar omdat wij als voetballers langskwamen, dat ze dat daardoor ineens het loskwam bij hun. Ik denk dat het ook heel fijn is dat je daar iets positiefs aan kan bijdragen. Ja, dat is zeker waar. Wish for a flame that never dies. Like a candle and its flame to bring back the light. Je zag hem al even zijn caravan knallen, maar Alberto is ook gek op een supporterzoon van ADO Den Haag. Maar hoe zien ze er eigenlijk uit in de rest van Nederland? Hij pakte de auto, scheurde naar Friesland en ging naar het grootste supporterzoon van Nederland in Heerenveen. Yo, dit is het ADO-journaal. Yo, welkom bij het ADO-journaal. Wij zijn in Friesland bij Heerenveen. Wij gaan jullie het grootste, de mooiste kroeg, zeggen hun zelf, de kroeg. Maar het is een supporterzoom, die laten we jullie zien. Kijk mee. Oké, fijne wedstrijd. Jullie laten ons dadelijk jullie waanzinnige supporterzoom zien. Ja. Sinds wanneer is het zo? Nou, dat is al sinds de oprichting van dit stadion. Zo, en wanneer is dat? 1994. 1994? Ja. Het grootste supporterzoom van Nederland. Ja. Wordt ook een beetje in de volksmond gezegd de grootste kroeg. Ja, zeker. We laten jullie zo meteen zien. Het is hier hartstikke gezellig. Wat vind je zelf het mooiste in dit gebouw? Wat ik het mooiste vind? Ja. Mooi een biertje kopen. Biertje. Gaan we daarmee verder en dan gaan we even een rondje maken. Hè? Kijk mee. It's going down. Nou ja, zelfs hier binnen in de grootste kroeg van Nederland hebben ze een feestje op. Kijk mee. Ja, buiten ook, hè, maar binnen.
Hallo, ga je wat kopen? Nee, kijk. Ja, ik wil wel wat, maar ik heb geen geld. Dus heb je geen geld? Luister. Ga even wat kijken. Meneer, gaat het geld nog thuis leggen? Ken die nou bij wijze van spreken deze fanshop zeggen... Joh, dat zit wel goed, dan betaal ik de volgende keer. Dat is hier niet. Dat is hier niet. Ja, en het klapstuk zelf vind ik... deze scootje. Het is een echte boot. Zeg. Ja, hier heet het een scootje, in Den Haag is het een boot. En die boot die hebben ze omgebouwd tot een bar. Dit was het Adonjournaal. Laters! Morgen speelt ADO tegen Roda JC en laten we hopen dat ze weer lekker kunnen knallen. En blijf onze jongens natuurlijk supporten. Wij zijn er volgende week weer. Zie je dan. Ciao!